Oké. Question. Oké, ik ga een opnemen, op opnemen drukken in 3, 2, 1. Hallo dames en heren, welkom, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Bastion. Goed, het is natuurlijk allemaal weer veel te lang geleden dat we Bastion hebben gespeeld en daarom gaan we dus ook nu weer verder. Goed, story mode continue en we gaan gewoon weer door. En de laatste keer hebben we de pijp gerookt en waren we zo fucking stoned dat we terug waren in het verleden. En ik snapte niet zo goed wat de mode was. Het was dus natuurlijk gewoon iets waar je waves mee kon bekijken en dat soort dingen. En ja, goed. Daar ben ik gewoon slecht in. Een memorial. The valediction. Just another one of my sketches. Nothing more. Ik snap dit niet, maar... Words can't express what happened, but they're all okay. I got. You have unclaimed feature rewards. Oh. Okay. Ja, Bastion. Woorden zijn het enige wat je hebt, want echt waar, je bent zo fancy. Eerlijk. Gewoon, de Bastion heeft de beste stem ooit. Ik wil trouwens... Ik had gezegd dat ik er nooit meer naartoe wou. Maar, ik heb me bedacht. Ik ga nu met jullie toch nog een keer het gevecht aan. En met de waves. En ik weet het, dit wordt natuurlijk... Oké, it's out like it light. Oké, nou goed. Maar dit keer gaan we het halen. Daar ga ik nu echt mijn best voor doen. En even kijken... Oké, vertel. Goed. Who knows where? Oké, goed. Dus we hebben heel erg veel potions. Ik ga even nu wat ruimte maken. Dat ik makkelijk kan vechten. Zo. Hoppakee. Oké, dat is wat irritanter. Maar goed, in ieder geval... ik ben dus nu... Ik heb een beetje rondgekeken en gezocht naar manieren hoe je... tenminste een beetje teruggekeken. En ik dacht van... Joh, als ik gewoon iets meer had geweten wat ik deed daar... Dan was het echt niet zo moeilijk geweest. Want, sterker nog, dan was het relatief simpel geweest. Zo, dit is een hele simpele manier om deze... snel en efficiënt kapot te maken... Zo. Is er ergens weer een drop? Ik zie niks, maar oké, goed. He never knew his old man, but he had his mama to take care of. En we blijven dus nu gewoon schieten met de pijl en boog. Ik ben toch tot de conclusie gekomen dat de pijl en boog het lekkerste wapen is in dit hele spel. Ja, ik heb altijd al iets met pijlen en bogen gehad. Goed, die neem ik aan. Die ook. Oké, die zijn dus nu ook allemaal kapot. En dan vanaf hier schieten we dat ding. Oké. Wat maakt dat uit dat hij zijn moeders haar heeft? Dat komt best wel racistisch op me over eigenlijk. School ain't working out. En power shots. Toch niet. Zo. En op het moment dat we gewoon onze afstand bewaren met deze hele prachtige. Thanks to folks like the kid. Ja. Nou, pijl en boog. Whatever's out there. Waar het voor bedoeld is. Afstand bewaren. En even kijken. Oké, deze charged. Hoeveel rondes moet ik nog? Staat er ergens nog hoeveel rondes ik moet? Once a kid done his time, here
buried on hold. Ik zie nergens hoeveel onderzoek nog moet. Dat vind ik toch best wel irritant. En waarschijnlijk was dat ook de hele reden dat ik zo in de war raakte tijdens de laatste playthrough. Wow. Ik heb geen idee wat die wat dit joch is overkomen allemaal. En ik denk ook dat ik liever wil dat mij dit soort shit niet overkomt dat hem is overkomen. Oh, welk spel? Ik heb opeens even een spel in mijn hoofd zitten wat ik heel graag ook een keer met jullie wil spelen. Remember Me heet het. Sommigen van jullie hebben het vast en zeker al wel gespeeld. Het is echt een heel vet spel. En ik weet niet. Het spel is gewoon zo ontzettend interessant en boeiend. En het zet je even over het denken van hoe of je wel alles en iedereen vertrouwt. Zoals eigenlijk iedereen altijd vanuit gaat dat je doet. Want alles lijkt dus gewoon normaal en goed. Totdat je er dus achter komt hoe en wat en wie je eigen tegenstanders zijn. En ik vind het wel een leuk thema voor ons spel. Oké, en boom. Goed. Dus we zijn nu gewoon nog steeds druk bezig met het goed aanpakken en het in elkaar slaan eigenlijk van alle enemies. En ik moet zeggen, het lukt al redelijk. Maar natuurlijk nog niet perfect. Ja, al die dingen met powers en dergelijke, die kan ik niet zo makkelijk meteen verslaan. Maar ik moet zeggen, de boog is behoorlijk sterk. Oké. How there, kid, defend himself. Learn to build, learn to break. Sterf. Oh, kut. Daar was ik gewoon bijna vanaf geworden. En bam. Nou goed, inderdaad, we breken alles. In time, the kid earned good standing with the marshals. Snel, ik probeer al die dingen, die crates, probeer kapot te maken. Voordat ze de dingen spannen die ze spannen. En dat zou maakt deze ronde wel een stuk makkelijker. Zo, dat is best wel nice. Als mensen je zoveel toevertrouwen. Gewoon zo'n beetje even het hele lot van je stad. Waar iedereen je eigenlijk bijna haat. Dat betekent dus dat je. Dat je een vertrouwelijk uiterlijk hebt. In ieder geval. In ieder geval niet verdacht. Oh, kom op, dat was bullshit. Goed. Black Tonic. Gin Tonic wou ik zeggen, maar oké. Dat zou wel lekker zijn nu. Trouwens, ik heb nog nooit Gin Tonic gedronken. Zo, ik pak eens even deze Skybridge. Oh, dat was niet zo fucking handig. En Power Shots. Nice. Power Shots zijn zo fucking fijn. Zo. Is hij dood? Ja. Oké, ik ga even heel oncharmant nu zo een beetje hier aan de zijkant. Want ik had echt heel erg jeuk aan mijn neus. En ik wou jullie niet lastigvallen met hoe lelijk dat eruit ziet als ik mijn neus krab. Want dat ziet er echt niet uit, kan ik je vertellen. En bam. Goed. Maar ik zie nou nog steeds niet de rondes. Waarschijnlijk komt het omdat het net buiten mijn beeldscherm staat. Oh wacht, net rechtsbovenin stond er iets. Oh nee, wacht, net links onderin. Kut, ik heb het net gemist. Zo meteen aan het begin van de ronde. Ik wou bijna zeggen help me onthouden, maar dat kunnen jullie helemaal niet. En zo meteen aan het begin van de ronde. Wat dus nu zo meteen wordt. Geen beloning? Oké. Ja, dat wordt jij dus.
Four reflections remain. Kijk. Dat wordt dus heel makkelijk. Want, kijk, ik doe dit nu al best wel goed. De vorige keer was ik hier gewoon echt helemaal van... wat gebeurt er allemaal? En ik snapte er helemaal niks van. En ik was gewoon echt een scrub. En weet je, ik heb best wel een hekel aan scrubs. Nou, niet echt aan bosjes, maar... Trouwens ook wel een beetje aan bosjes. Ik moet heel eerlijk toegeven, ik pluk altijd alle bladeren van bosjes af. Gewoon omdat ik ze puur en alleen maar zo haat. En nu weet ik het, nu weet ik dat je bosjes... Bosjesracisme is niet een van de, is een van de minder erge soorten racisme, maar het is en blijft racisme. En ik ben er niet trots op dat ik zo ben, maar het is wel zo. En ik, ja, jullie moeten het maar accepteren. En als jullie niet naar een bosjesracist willen luisteren, dan kan ik er niks aan doen. En dan zou ik jullie graag, ja, ik hoop dat jullie het me kunnen vergeven. Oké, ik heb het idee, ja, dacht ik al. Oké, dus na deze ronde hoeven we nog maar één ronde te overleven. En goed, dat is nooit verkeerd als je nog maar weinig rondes hoeft. Oké, goed. Ik had daar in ieder geval een paar mee afgemaakt. Oké, nog één. Oké. Goed. Zo. Oké, dit is de laatste ronde. En als dit hem echt gewoon is, dan wordt dit een eitje. Oh nee, kut. Ik heb volgens mij een crate overgeslagen. Het is me gelukt! Holy shit, maar... Ik dacht dat ik net de... De laatste reflection had gehad. Oké, goed. Hier sta ik een beetje van te kijken. Goed. Waar is dat ding? Holy shit. Ik moet zeggen, het is wel interessant. Het is een interessante enemy. Maar goed, hij overleeft niet lang. Bam. Oh, ik heb mezelf weer vermoord. Dit was het toch? Oké, nice! Oké, het is ons gelukt. De vorige keer was ik volgens mij iets maar van 4 rondes weg van dit punt. En... Tja, goed, het was belangrijk. Ik had het idee van, ik wou het toch nog een keertje doen. En ik had gezegd, ik wil dit nooit meer doen. Maar, oké, goed. Soms leer je wat bij. Even kijken, hier kon je volgens mij spullen halen voor je... holy shit, wat is er aan de hand? Hallo? Wat? Oké, dat was raar. Lost and found. Now available. Ik heb 1,7. Something nasty. Bla bla bla. Wat zijn de duurste dingen? 400. Step synth. Automatically retaliates when injured. Oké, dit interesseert me eigenlijk niet echt. Je komt toch ook ergens... Ja, hier. Distillery. Even kijken, wat hebben we hier allemaal? Wear whiskey. Press active only when below. Bla bla bla. Speed while defending. Oh, dat is best nice. 30 pounds, one chance to carry on if defeated. Damage surrounding foes if defeated. Cinder brick style sure goes down smooth, then stays in your gut like. Even kijken, nee, die weet ik niet. Not only active when it full. Dit is dan echt nog wel het beste wat ik heb. Oké, goed. We zijn nu... krap... Hoeveel minuten aan het opnemen? We zijn nu krap een kwartier aan het opnemen. Oké, goed. We gaan nu gewoon boel hardcore doen. En op het moment dat dat is gedaan, dan...
dan is deze video al uit het geval gelopen. Maar, ik zat nog even te denken. Zulf. Wacht even. Oké. Bullhead. Ik snap niet zo goed hoe dit werkt, maar... Oké, goed. Ah, shit. Oké, goed. Oké, dat is de bedoeling. Nee, dit is zo'n ding. Nee, oké, goed. The Bullhead trial taught folks three things. First, the good defense and good offense. Ik snap niet waarom ik dit heb gedaan, maar oké. Het spijt me heel erg. Third, ain't no godlike bull up there gonna save you. Nou, dat komt hier inderdaad wel ongeveer uit. Godlike bull, oké. Dat heeft waarschijnlijk iets te maken met de cultuur van het eiland. Oké, ik vind het best moeilijk om in te schatten. Oké. Het is toch wat makkelijker dan ik dacht. Oké. Goed, dus op het moment dat hij begint met trillen, moet ik drukken en klaar. Oké. Oké, die had ik. Holy shit. Oké, jij hebt een iets snellere attack animation. Nice. En boom, boom, boom. Oké. Goed. Oké, sorry, het is echt niet boeiend, ik snap het. Nee, ik wil graag stoppen. Ik wil gewoon graag weg. Dit soort dingen vind ik nou echt heel irritant. Ik snap nooit wat van dit soort dingen. Want... Ik bedoel, eigenlijk irriteer je me hier alleen maar mee. En ja, goed. Ik wil niet geïrriteerd worden. Ik denk dat sommige mensen dat wel kunnen begrijpen. Oh, kut. The smarter ones knew when to just step aside and let things go. Bam! Oh. Bla. Oh. Dat ding kan niet richten. Oké. Cut it. Nu. Kut. Daar was ik echt net een seconde te laat. Oké. 3, 2, 1. Oké. Ja, dat heeft gewerkt. Een soort van. Oké. Oké, ik blijf gewoon zo tegen hem aanlopen. En misschien gaat hij dan vanzelf dood. Kut. Het is heel moeilijk, ik moet zijn gezicht zien. Juist. Oké. Ik kan dus ook niet flecten, maar... Oké, nice. 3, 2, 1. Oké. Oh, kut, nu is het zo klein. Schattig dingetje. Court is back in session for the kid. Oké. Goed, ik heb tenminste de derde prijs te pakken. Next prize. 15 hits or fewer. Oké, we gaan het proberen, oké? 1 keer. We gaan het 1 keer proberen.
Ik heb het idee dat het moet lukken. Want in het begin had ik gewoon helemaal niet door wat ik moest doen. Oké, dat is 1. Oké, dat is ronde 2. Oh, kut, dat is 1 hit. En bam. Oké, nice. Bam. Oh, it's a double. oh ja, deze trillen. Nee, echt precies nu ze trillen moet je. Dat is toch best wel irritant. Oké, goed. En 3, 2, 1. Oké, 1 keertje laten slaan. En dan... Bam. Oké, we hebben nog maar 2 hits gehad. Oké, goed. Nice. Oké, en we gaan weer door. Nice. Oh, ben ik geraakt door iets? Kut. Oké, goed. We zijn dus nu ondertussen bezig met... oh ja, squirts. Die waren nog best irritant. Nice, die is ook weer dood. Kom maar. Kom dan. Oké. Nice, die is ook dood. Daar, hier komt de laatste. En dood. Oké. We zitten nog maar 5 hits steken. Ik denk dat als we dit volhouden, dat we dan best wel een nice beloning kunnen verwachten. Oké, goed. Dat is dus eentje dood. Oké, goed. Kut, nee! Oké. Deze wordt irritant. Kut. Hier ga ik heel veel hits bij pakken. Oké, daar gaan we. Kut. Oké. Het lukt me. Well, a kid always wanted to compete in the bullet. Second prize. Dat was best nice. Ik bedoel, oké. Maar goed, dat vond ik ook wel weer genoeg. Oké, eens even kijken hoor. Nou, dat hebben we gedaan nu. Oké, nu gewoon even een serieus gebied waar een core detected is. Core. Proving ground is... Who's the honest day, hard lurker, no always come from. Core detected, proving god, no time for core detected. Oké, goed, dit is een core detected plek. En tja, we gaan dus nu proberen hier weer een core te vinden om ons, ja, eilandje af te maken. Wow. We lagen wel heel fancy en lekker. Oh, kut. Nu heb ik dat niet goed gehoord, maar... Wat hier... Er lopen 2 paden. Well, the gods are long gone. Oké. And the orchard core is long gone too. Het viel wel op dat al die dingen stier. Maar blijkbaar is dat dus hun god. Pith stood for something once. Oh. Something real. In time, though,
The bull stopped being a symbol. Goed, die stier die valt ons dus niet aan, terwijl we net hebben echt ook tegen zo'n derger. Pith makes a decent scarecrow at least. Maar net werd het toch aangevallen door zo'n dergelijke stier. Oké, we gaan lekker doden. Oké. Oké. Oké, ik zit een beetje rond te kijken en dit spel begint me opeens een beetje tegen te vallen. Want ik weet niet. Ik heb dus een spel gespeeld dat ongeveer door dezelfde makers is gemaakt. En ik heb nu echt het idee van, dat spel was gewoon veel beter. En ik weet niet. Invoke the gods. Oeh, nee, ik heb geen zin in dat de enemies sterk worden. Oh, kut. Oké. Goed, we gaan ze dus gewoon allemaal in elkaar hakken zoals we gewend zijn. We mogen nu wel gewoon geraakt worden. Dat was ik gewoon serieus even vergeten. Dat een optie was die we hadden. Geraakt worden. Oh, kut. Wacht, horen die nou aan mijn kant? Of weet je wat? Het interesseert me ook niet echt. Ik wil nu gewoon eigenlijk langzamerhand hier weg. En oh, kut. Oké, hij is nu bijna gekalmeerd. Ja, oké, nu is hij weer agressief. Ik wil hem kalmeren. Rustig maar, jochie. Rustig. Braaf. Goed zo. Braaf. Oh, we hebben een ploesje. Oké, prachtig. Het is blijkbaar de bedoeling dat we echt de hele weg terug gaan lopen. Oh, ik heb een jeuk aan mijn neus! Oh, yes, oké, nice. Skyway. Maar dus de core is weg. Daar hadden we wat aan. Oké, interessant. Rux. Interessant, Rux. Maar, oké. Dus we moeten. Ik ben heel erg benieuwd aan wat voor eindbaas ik moet denken. Dames en heren, jongens en meisjes. Wij zijn nu momenteel bijna 30 minuten aan het filmen. Ik hoop dat jullie een leuke tijd hebben gehad. En, ik wil jullie eigenlijk vragen om even een like achter te laten. En als je nog niet bent gesubscribed, te subscriben. Waarom? Weet ik eigenlijk niet. Ik vind het gewoon leuk. En een YouTuber die ik kijk. Nee. Het is gewoon. Laat even een like achter. Want dan kunnen we misschien groeien. En dan op een gegeven moment kunnen we ook gewoon wat betere kwaliteit filmpjes maken. Want ik trap mezelf erop dat ik denk van, ach, het hoeft niet per se helemaal perfect, want er kijken toch maar 6 mensen. En jullie zijn natuurlijk gewoon 6 mensen die ik ook gewoon tevreden wil hebben. Maar goed, het is wel ingewikkeld. Jullie zijn met z'n zessen en ik heb heel erg het idee, nou, wel meer hoor. Maar ik heb heel erg het idee van, oké, sterf. Boom. Maybe she can slip right past all the okay, this switch. We or maybe Ellie? Not. The security skiff pulls up. Okay. Nelly's just another windbag to those guns. Ik verwacht het niet. Windbags notice who she's sailing with. Okay, goed. We pakken ze. Oké, daar komt er nog één. They try to cut her off.
Ik heb geen idee wat ik nu allemaal neer aan het schieten ben. Maar het zal maar wat. Het komt op me over alsof ik mezelf ermee help. Oké. What the fuck is hier allemaal aan de hand? Oké. Je weet dat ik haar heb vermoord, hè? Verhaalverteller. Dat kan niet. Want ze zit niet meer op het schip. Dat is die bird, wou ik zeggen, maar... Wow. She picked a good spot for a break. The core is right there. Oké, maar Nelly is al dood. Daar heb ik al voor gezorgd. Wat is dit? Arsenal, oké. Oké. Waarom is hij zo traag? Oké. But he ain't finished. Nee! Ah. Press start. Then the kid hears an unusual sound, like 100 flapping wings. Oké, goed. Dat viel me even tegen. Ik had eigenlijk, om eerlijk te zijn, echt verwacht dat dat goed zou komen. Turns out she's got a special surprise for when the waters get rough. Like 100 flapping wings. She's gonna need a little help with all that. Oké, ik snap het niet, maar... Crafty things think they're king of the roost now. Oké, dit ziet er best wel oké uit. Oké, gewoon, we slaan nu in de ronde en je moet alleen wel uitkijken dat ik die dingen niet kapot maak. Oké, cool. En word ik gedamaged door die dingen? Nee. Ik vroeg me af of die vogels waren. Oké. Gewoon allemaal kapot maken. We maken ze allemaal kapot. The windbags get an even better idea. Oké, maar deze dingen zijn irritant. Even snel kapot maken. Oké, daar komt nog meer bescherming. Oké, ja. Nee! Oh. Sterf. Nee. She's just gotta make one last stop. Ik snap niet wat er aan de hand is, maar het zal wel. Solid ground. Nee, terug. Oké. Oh, Nelly heet het shit. Appetites. They want that core real bad. Nice. Oké. Goed, als ze de core zo graag willen, kunnen ze hem niet krijgen. Kut, waar... Kid shoes him off. Know how many times kid nearly fell off the barge back there? Not even once. Now listen close. You should remember. Oké, goed, die is dood. Ja, dat weet ik zeker. Why go to Prosper Pub? Oké. Oké, ik begin nu een beetje in de war te raken, maar... Tja. Geen idee. Waarom ben ik nu hier?
boom. Kijk, dat is dus gewoon hoeveel makkelijk ik spier verdienen. The city was the most beautiful place in the world. We all knew that. Dit kapot maken. But on the other hand, some folks just yearn to see the things they're told they can't. And that's why you get lost for bluff, ain't it? There, the kid hears something he ain't heard in a long while. How's it go, Bill? Dit wordt heel fancy. Dit wordt heel fancy. Zometeen gaat hij echt heel cool neurien. Wacht. Ik kijk even in mijn instellingen. Settings, brightness. Music volume staat al bijna op zijn hart. Oké, zet ik gewoon voor mezelf even het geluid wat harder. Dit liedje is zo nice. Holy shit, wat is dat? Ik snap niet wat er aan de hand is. Ik hoop dat jullie de muziek kunnen horen. Het is zo lekker. Wat? Oké. Dit liedje is zo nice. En zo meteen gaat de Bastion volgens mij ook echt meezingen. Of de Bastion, gewoon gaat die ene man meezingen. Het is niet de bedoeling dat deze chapter wakker worden. Dat zou heel kut zijn. Ik ken dit liedje al omdat ik dus de music pack ook heb. Dat komt trouwens. En nu ben ik best wel blij dat ik dat ene stukje heb gedaan. Oké, dat is kapot. Well, no point explaining what happens next, right? Suffice it to say, kid ain't coming home empty-handed. So, okay. Besides, it's like the song goes. Before too long. Whoa! We darn near celebrated when the kid got back, didn't we? Whoa. Zolf never thought he'd see a fellow her again. Go build that city on the wall. We become fast friends. Calamity has that effect on people. But there was more to be done. There was one last core to find. Okay, het is wel echt fancy. Het verhaal is gewoon goed. Ik zie trouwens dat mijn camera verkeerd staat. Oh, niet vallen.
one last score to find. Oké. Goed, maar we zijn nu ruim 40 minuten aan het opnemen en dit wordt echt wel heel erg lang. Dankjewel voor het kijken en dit wordt echt een hel om up te loaden en te renderen. Goed, dankjewel, tot ziens!